Ja, kom maar. Leuk dat je kijkt naar deze weekvlog. Ik zit vandaag in de les bij bij Ferris en Belfkriebel. En op je fiets. En ik heb een nieuwe fiets. Zo. Een mooie roze. Dus veel plezier met kijken. Zondagmorgen, prachtig weer. En alles staat even lekker buiten. Zoals jullie hebben kunnen lezen op Facebook, Instagram, YouTube, heeft Verona weer koliekaanvallen gehad. Eentje begin januari. Daar hebben we al een video van, dus ook even linken. En helaas nu, het is vandaag zondag, afgelopen woensdag ongeveer denk ik weer. Het zijn geen hele heftige aanvallen, omdat ik het nu aan zie komen. Ik zit te knijpen tegen de zon, anders zien jullie niks. Niet hele heftige aanvallen, omdat ik ze aan zie komen, maar ze heeft er wel degelijk echt last van. Weer de dierenarts laten komen. Dit keer is ze ingespoten om de darmen wat rustiger te krijgen en pijnstilling. Nou, dat hielp gelukkig. En we moeten nu... Dat was vasthouden, jongens. En we moeten nu een aantal wijzigingen door gaan brengen. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat ze elke keer pijn in haar buik heeft. Dat is voor haar niet fijn en dat willen we natuurlijk ook gewoon niet. Ze krijgt nu ander voer en andere bodembedekking. Ze heeft op dit moment alleen ander voer en daar lijkt het al een stuk beter op te doen. Gisteren, de dagen ervoor, heb ik eerst met haar gelongeerd en de stapmolen gedaan. Wel veel bewogen, want paarden met koliek moeten juist veel bewegen om die darmen in beweging te houden. Ze moet ook regelmatig eten, dus dat probeer ik. Hallo Enja! Je komt even kijken wat ik allemaal aan het doen ben. Dat is heel belangrijk voor paarden die koliek gevoelig zijn. Bewegen en op tijd eten. Ze krijgt nu ander voer dat minder rijk is aan voedingsstoffen, waardoor ze er wel meer van kan eten. En ze krijgt dus andere bodembedekking. Ze gaat op vlas staan, zodat je meer controle hebt over wat ze dan binnenkrijgt. We hebben hier prachtig tarwestro. Maar als ze te veel tarwestro eet, zou ze daar ook nog verstoppingen van kunnen krijgen. Dus helaas zal ze over moeten op vlas. Veel mensen vinden dat prima, vlas. Ik vind vlas ook prima, want Bel staat er ook op, anders gaat ze hoesten. Maar ja, Vrouw staat het hele leven al op stro. En dan vind ik het toch wel een dingetje om er nu op vlas te zetten. Maar goed, als het moet en als ze zo gezond blijft, dan is dat op zich natuurlijk prima. Vandaag gaan we F5 rijden. Ik ga daar niet een uitgebreide video van maken, omdat we nog aardig wat proefjes hebben staan. Maar we gaan wel F5 rijden. Het is natuurlijk geen hogere wiskunde F5, alhoewel ik hem meestal niet haal. Maar het is wel gewoon even draven galopperen en wat figuurtjes rijden. En dat is voor Verona wel lekker. Gisteren was ik met haar aan het rijden gewoon weer. En in de buitenbak. Ik moet wel zeggen dat zeker bij de rechtergalop had ze best wel veel pijn. Want in het begin bokte ze nou niet normaal. En dat doet ze nooit. Dus dan zal ze toch echt serieus wel last hebben. Toch heb ik even doorgezet toen. En daar is ze wel beter van. Tenminste, ze ging eerst heel veel schieten laten. En daarna ging ze wel lekker galopperen. En uiteindelijk liep ze ontspannen aan de teugel. Dus ik denk dat ik het misschien deels eruit gegalopeerd heb. Dat hoop ik in ieder geval. Ze heeft flink gemest toen ook, dus misschien dat het dan toch een beetje meer loskomt. En nu gaat ze daar plat, lekker rollen. En nu gaan we dus gewoon de F5 rijden. En is ze net in de stapmolen geweest, want ze moet natuurlijk bewegen. Nou, dit is gewoon even lekker voor haar. Gaan we zo knotten. Ja, en dan een wedstrijdje rijden. Vanmiddag gaat ze dan nog een keertje, of ik ga met haar wandelen, of nog een keer stapmolen, of longeren. In ieder geval beweging. Dus dat is hoe ons programma eruit ziet. Ze lijkt het dus nu een stuk beter te doen. Ik hoop dat dat zo blijft. Fingers crossed. En bedankt voor alle lieve berichtjes, adviezen en meeleven en meedenken. Ik vind het echt super, super fijn. Dank jullie allemaal wel. AX, binnenkomen in arbeidsstraf. Tussen X en G halt houden. Groeten. Daarna voorwaarts in arbeidsstraf. C, linkerhand. Voorwaarts arbeidsstraf, C linkerhand, HXK, gebroken lijn. HXK, gebroken lijn. FXH van hand veranderen, daarbij de teugels langer laten worden.
FXH van hand veranderen, daarbij de teugels langer laten worden. Tussen H en C teugels op maat maken. BE halve grote volte doorzetten. Tussen H en C teugels op maat. BE halve grote volte doorzetten. Voor E arbeidsgalop rechts aanspringen. CXC grote volte. Voor E arbeidsgalop rechts. CXC grote volte. Tussen F en A arbeidsdraf. KXM van hand veranderen en enkele passende draf verruimen. Tussen F en A arbeidsdraf. KXM van hand veranderen, daarbij enkele passende draf verruimen. Als je je peeskappen vergeet, dan leen je die van je dochter. Die zijn eigenlijk te klein, maar aangezien ze nogal flexibel zijn, vind ik het wel best. Very shiny peeskappen. Ja. Ik heb een nieuwe fiets gekregen voor mijn verjaardag en dat is deze. Heel mooie roze en ik heb er een eenhoorn aan hangen. Oeh. En een mooi grijs zadel. En volgens mama mijn schattige mandje. Kan ook open. En ja, wat heb ik nog meer? Ik heb mijn snelbinders door mijn vader Prutels genoemd. Nou, ga maar even fietsen, denk ik. En ik heb een eenhoorn aan. Ja, nou, ga fietsen. Hier. Uitkijken, Tess, goed zo. Vandaag hebben we weer. Oh, wacht. Vandaag hebben we weer les bij Frank. En ik heb wel helemaal mooi ingevlogd. Lees de Hengstvlecht. Nou, volgens Kim Merrievlecht eruit gegaan. En dan heb ik in de staart ook nog een hele mooie invlecht, waardoor ze dadelijk krullen krijgt. En dan ben ik nu aan het zadelen en dan ga ik zo naar de les. En daar is een heel gezellig paardje. Hallo, gezellig paardje. Oh, kom maar in. Niet lachen, gewoon in doen. Goedje. Nu mag je weer lachen. Dit is bij die zomerjasje. Dit heb ik voor je. Hè? Dit heb ik voor je. Een zweep. Oh, dat is al mee. Waar is je sperriem, Tess?
Ik ben altijd benieuwd als iemand geoefend heeft. Ben ik altijd benieuwd hoe dat je dat gevonden hebt. En dan vraag ik nou aan jou. Wat vond je moeilijk of makkelijk? Of welke vraag heb je nog? Dan ga ik door naar jou. Naar jouw vraag. Ik heb zondag regiokampioenschappen. Oh, of je nog serieus? Regiokampioenschappen in de klasse? M1. Kijk. En nou is je vraag. Of jij nog tips hebt? Ja, die ga ik proberen te geven. Ik denk dat ik iets zou. Als een pony beweegt, en dan doet deze daar niet zo heel veel met zijn hals, dan gaat hij in het stappen een beetje op en neer met zijn hoofd. En dan moet je die beweging, dat heeft de Roos de vorige keer ook voorgedaan, moet je een beetje volgen. En dan, want je hoort altijd een stille hand. Maar een stille hand, dat betekent in stap dat je handen een klein beetje op en neer gaan. Ja, omdat, en waarom? Omdat het hoofd van de pony vaak ook een beetje op en neer gaat. Dan gaat deze niet zo heel veel op en neer met zijn hoofd instappen. Ja. He, hij houdt hem een beetje stil. Maar we zullen direct eens heel even kijken naar Soraya. Soraya, kun jij direct even een overgang maken naar de stap? Dan ga ik dat even uitleggen wat ik bedoel. Want dat is best moeilijk zo, maar ik vind het wel belangrijk. De handen stil houden in stap wil niet zeggen dat ze zo moeten blijven. Ja, want dan gaat ze ook. Dan gaat ze mee. Dus je probeert een klein beetje met die beweging van de pony mee te gaan. Ja, dus hè, dat wat je nou doet, doe je prima. In draven is dat wel zo. Ja, hij is er niet allemaal mee eens volgens mij. Hij heeft kriebels achter zijn oren. Zo lekker actief laten stappen, keurig netjes. En in die beweging probeer je te voelen wanneer dat je een beetje ontspant in zijn mond. Als je dan ontspant in zijn mond, hou je dat gewoon wat makkelijk vast. Ja, en als je niet ontspant in zijn mond, is gewoon belangrijk dat je niet gaat nijpen of gaat terugnemen. He, dan rij je gewoon door totdat je die ontspanning krijgt. Hartstikke netjes. Dan gaat hij al een beetje nageven. He, dus het nekgewricht een beetje buigen. Ja, en hij blijft terwijl lekker doorstappen. Wat vind ik nou het belangrijkste? Juist, en daar ontspant hij weer. Voel je dan verschillende houding soms bij hem of niet? Ja, soms wel. Hè? Nu een beetje. Hè? Gaat hij een beetje naar beneden. Voel je dat? Ja. Nou, dat sta je dan. Dan keur je goed door middel van makkelijk te zijn in je hand. Ja, daar weer. Kijk, daar gaat hij weer een beetje naar beneden. Voel je dat? Ja. Super. Maar nou heb je een mooie handopstelling. En als je nou voelt dat je een beetje omhoog komt, dan druk je maar een beetje aan met je kuit. Dat hij lekker vlot blijft, dat hij niet harder gaat stappen. En als je dan voelt dat je weer fijn ontspant, dan ga je een beetje extra naar voren met je handen als een beloning. En kijken dat hij een beetje naar beneden zou willen. Ja? Het is weer vrijdag, dus weer les van Per. Het is lastig. Om alles te implementeren. Maar het gaat goed. De oefening baart kunst. Leuk dat je hebt gekeken naar deze weekvlog. Laat jullie in de comments weten of je mijn fiets mooi vindt. Ik heel erg. En, vertel nog even over een paar nieuwe Choose Life Event. In de herfstvakantie. Nee, 7 en 8 april. Oh, 7 en 8 april is Paarden YouTubers Live Event. En wij zijn er natuurlijk ook bij. En het. Kaartjes. En de kaartjes zijn er vanaf nu al te koop, toch? En ja. Nou, kan maar, doe maar een doei. Leuk dat jullie.